Hallo meneer de Roo, wat mag het zijn? De special alsjeblieft. Uiteraard meneer, één special, komt eraan. Eenmaal de special. Komt eraan. Nou, Nick is een fijne jongen mee samen te werken. Hij is collegiaal, hij is flexibel. Dat blijkt uit de praktijk. Ik heb verschillende keren met hem samengewerkt. Ik kan ook altijd bij hem terecht. Er mist alleen nog wel wat. Chef, maak er wat speciaals van. Ik weet welke ingrediënten ik toe wil voegen aan dit gerecht. Ik voeg wat toe en dat staat voor de leergierigheid. Ik heb Lik leren kennen als een hele leergierige jongen die graag alles wil weten. En die ontzettend gedreven is in het uitzoeken van hoe iets nou werkt. Dat vond ik een hele mooie eigenschap aan hem en dat is ook eigenlijk wat wij zoeken in een stagiaire. Gerecht maar mee. Dank u wel, chef. Meneer, zou je wat toe willen voegen aan de special? Ja, natuurlijk. Voor Nick wil ik wel degelijk wat toevoegen. Als uitblinker van A12 dit jaar, daar willen we een heerlijke soep voor maken. En Nick is een student die altijd meer doet dan het gebruikelijke. Zo is hij lid van de studentenraad en is hij kartrekker van het ambassadeursproject. Waarbij hij als grote motivator en inspirator echt het beste van zichzelf laat zien, maar ook anderen mee op sleeptouw neemt. Nou, die soep, dat gaat bij deze zeker lukken. Volgens mij is die zo wel gereed. Hij mag mee. Hartelijk dank. Nee, er ontbreekt nog een vleugje betrokkenheid. Ik doe er even wat betrokkenheid bij. Kijk, onze Nick, dat is echt een ontzettend betrokken student. Hij heeft zo eens een benefietavond georganiseerd voor het goede doel, voor Shelterbox. En daar wel €989 voor opgehaald. Geweldige actie. En naast die betrokkenheid, kijk, ondernemend. Nick is ook ondernemend en dat moet ook even in deze special. Want wat hij doet is toch wel heel bijzonder. Een niveau 3 opleiding kok combineren met manager ondernemer horeca. Dat is de eerste student die dat doet. De special voor meneer de Roo. Eenmaal de special, meneer. Ik ben Nick de Roo, uitblinker van ROC A12. Ik volg de opleidingen zelfstandig werkend kok en manager ondernemer niveau 4. Ik ben enorm blij en trots met deze nominatie, omdat ik dan Nederland kan inspireren en motiveren voor het MBO te kiezen.